Nou, geweldig dat ik hier jullie weer zie. Ik heb echt heimwee gehad, wat dat betreft, maar in Roemenië is het ook mooi. Ik kom net uit Roemenië, ik ben een jaar weg geweest. En jullie zijn niet veranderd, jullie zijn even knap en even lief en zo. Geweldig, heel leuk. En de Heer is bij ons. En hij is onveranderlijk en zijn liefde is volop voor ons aanwezig. Ik ga jullie wat vertellen over Roemenië, wat mijn werk daar aangaat. Heel veel foto's, die staan wat door elkaar, dat heb ik al even gezegd. Maar ik praat wel. En we gaan eerst beginnen met dit lied. Een kerk is pas sterk als het bouwt aan Gods werk. Ja, is misschien een open deur hier gooien, maar... Een kerk is pas sterk als het bouwt aan Gods werk. Steen voor steen, woord en brood voor de naaste in nood. Of je groot bent of klein, wees ook jij zonneschijn. Of je arm bent of rijk, bouw aan Gods koninkrijk. Bouw aan zijn werk, wees een dienende kerk. Goed en kleed in de nood, deel uit Gods levend brood aan een wereld die hongert naar vrede en hoop. Verspreid Gods barmhartigheid. Een kerk is pas sterk als het bouwt aan Gods werk. Steen voor steen, woord en brood voor de naaste in nood. Of je groot bent of klein, wees zo jij zonneschijn. Of je arm bent of rijk, warm, kijk je warm. Nou, een plaatje van fietsen en goederen, dat is in een grote loods in Broek op Langendijk. En die is eigendom van de Heerik Transport, groot internationaal transportbedrijf. Die komt notabene 50 keer, zo'n beetje of meer, in de Roemenië en betaalt ze allemaal zelf. Zijn christenen, niet van onze kerk, maar we zijn allemaal van de grote gemeente van Gods internationaal. En Stichting Promotie is daaraan verbonden. En die mag dan een heel stuk van die loods hebben, gebruiken voor die hulpgoederen. Ik ben daar van de week 3 keer geweest vanuit het Kervel. Ik ben gekomen vanuit Roemenië op dinsdagavond. We hadden een oponthoud in Roemenië omdat er een muis aan mijn kabels van de auto had geknaagd. En we hadden geen achterlichten. En een monteur, die kwam na 5 keer vragen in garages, eindelijk in een paar uur bezig geweest. Toen had ik weer achterlichten. Dus ja, en toen sliepen we maar 1 nachtje, 1 uur in de nacht. Is niet goed overeenkomstig onze gezondheidsboodschap. Maar ik dacht, ik moet op tijd komen, want er was eigenlijk een vrachtwagen door Jan de Grote op de Kelder gehuurd. 35 kuub. En daarmee ben ik dan de volgende dag door Nederland gegaan. Daarvoor was er al de helft ingeladen, via andere kanalen. Ja, dit is een plaatje eerder, maar goed. Ik ben in Almelo geweest, in Enschede, in Wijster, in Noordse Schut, vaak van onze kerk, in Groningen. Nou, maar toen had ik de auto al eigenlijk een beetje te zwaar beladen, dus toen ben ik eerst naar Broek op Langendijk gaan uitladen. De volgende dag weer op pad. En dat was met dit autootje van Jan de Groot en een aandewagen. Want er stond nog goede fietsen en die kreeg van Staal op van Kinderen in Leeuwarden, de stichting, kreeg ik heel veel goed gereedschap, ook bij mij. Toen ging ik gisteren met mijn kleine auto, staat er niet op, maar klik me door, zodat de mensen impressie krijgen van het werk. Met een klein Golfje, want ik ben ook gekomen, ik ben mijn arme jongen, met een 1998 Volkswagen Golfje. Ben ik uit Roemenië gekomen en met dat Golfje was ik ook gisteren in Dronten. Want daar zou ik mij uitschrijven, daar heb ik wel ook uitgeschreven, want ik ga emigreren naar Roemenië.
ben daar zoveel, dus ik ga daar gewoon emigreren. En ik ga wonen naast, in een grote kamer van Adventisten, hele goede vrienden. Eventjes wat verder van het werk waar ik nu woon, maar goed, het zij zo. Maar het is een hele goede plek, een hele goede atmosfeer. En die mensen hebben ook nog 6 vluchtelingen uit Oekraïne in huis. Ze doen heel veel over hun naasten. Ook weinig geld, maar ze proberen het gewoon het beste te doen. Wat doe ik allemaal in Roemenië? Ja, er is gewoon enorm veel nood. Hier is ook steeds meer nood. De hele wereld is vol nood, vol crisis. Ik krijg ook steeds vaak de opmerking van, ja, we kunnen niks geven, we hebben hier ook zoveel nodig. Nou, klopt. De Heer zal in je hart leggen wat je kunt geven. En ik heb het idee dat ik heb het geloof dat God mij daar gesteld heeft in Roemenië. Dat ben ik al vanaf 91, dus al meer dan 30 jaar. Ik werk vooral onder, eigenlijk 99% onder de Roma. Dus een verzamelnaam van zigeuners. En dan onder, en echt voor de armsten. Dus als je een beetje doorklikt, dan zul je wel zien wat voor huisjes en zo. We proberen natuurlijk in de eerste plaats de liefde van God uit te stralen. Hè? Maar we doen het echt met woord en daad, met brood en woord. De mensen hebben zoveel honger. Je kunt wel zeggen van, de Heer heb je lief, maar heb je ook wat te eten voor mij? Weet je? En het wordt steeds meer. Ik zit nu in Band, in een dorpje. We hebben 3 zigeunerwijken. 2.500 zigeuners of zo. En die leven een beetje allemaal onder de standaard minimum. En proberen zo goed en zo kwaad mogelijk te werken. Vaak hebben ze het stigma zo van, ze zijn lui, ze willen niks. Nou, dat vind ik bepaald niet. Ik word heel vaak gevraagd of ik wat kan bemiddelen in Nederland of ze daar. Dat doe ik ook wel wat. Zodat ze in de blauwe bessen kunnen plukken en zo, weet je wel. Dat ze wat extra kunnen verdienen. Maar ze gaan ook naar Duitsland of naar Slovenië. In de asperges en in de aardbeien, dat soort dingen. Maar ook de plekken. Ik bijvoorbeeld heb etelijke keren een zekere Tarzan, noem ik hem maar. Hij heet Andy. En die gaat dan 4 uur per dag werken, lopen, om zeg maar €20 te verdienen. En een tuin om te spitten. Dus je moet proberen een fiets te regelen. Maar dus hij is echt niet lui. Het is gewoon ook. En wat doet hij dan? Ja, dan krijgt hij 100 lei en 150 lei. Dat is €30, zeg maar. Daar kan hij daar een karoetse lem van kopen. Een kar vol hout. Ja. Ik heb een team. Zoveel mogelijk vrienden. Ik mag graag samenwerken met veel stichtingen. Ook hier in Nederland, maar ook daar in Roemenië met vrienden. Ik werk vooral met Pastor Marien nu. Dat is een pinkster, dat is een lekenpredikant, een pinksterpredikant. De meeste Romeinen zijn allemaal pinkster. Tenminste, die hangen de pinksterkerken aan en zo. En er zijn ook wel zigeuners in de Adventkerk. Maar die hebben dat niet zo hard nodig over het algemeen. Want de Adventkerk die leert meer, vind ik, dan de pinksterkerk. Hoe je met je centjes moet omgaan en zo. En dat je niet moet drinken. En, nou, dat zegt de pinksterkerk ook wel. Maar ze zijn ook gezonder. Heel veel van die predikanten, die pinkster, allemaal dikke buiken. Allemaal varkensvlees en dat soort dingen. En dan worden ze ziek en dan moeten ze weer naar het ziekenhuis. Dan hebben ze weer geld voor andere dingen. Heel veel kindertjes ziek en ze weten daar niet goed mee om te gaan. En dat probeer ik dan ook. Gezondheidsboodschap, zoveel mogelijk. Marien, je moet er wat aan doen. En dan zeg ik dit en dit. Vroeg of laat ga je gehoorzamen, want je kunt straks geen stap verzetten. Dan krijg je last van je enkels en dat soort ook. Weet je wel. Dus ik ben nu een jaar of zo in Band. Maar we creëren een ruimte voor de gezondheidsboodschap en dan gaan we dat erover vertellen. Ik sleep heel vaak fruit aan. We zijn met kinderprogramma's bezig, maar dan krijgen ze na afloop een pakketje vol fruit. Dan krijg ik wel een chipje en zo van, weet ik veel, of een gevulde koek of zo. Maar dan doe ik de banaan bij, een mandarijn of een sinaasappel. Over bananen gesproken. Je ziet misschien heel wat plaatjes met bananen. We hebben een Adventist vlakbij in de buurt. Die heeft een bananenrijperij. Een heel grote toestand. Met allemaal vrachtwagens. En daar kan ik heel goedkoop bananen kopen. Hele overrijpe bananen vaak. En die krijg. En die krijg. Als ik daar naar kijk, dan word ik helemaal. Heel raak je in de war. Even over bananen. Dus er is niks
qua prijskwaliteit beter dan hun bananen te geven. Zo, niet te vergelijken natuurlijk met varkensvlees en zo, weet je wel. Nou, dat soort dingen. En we hebben kinderprogramma's, we zingen met de kinderen. En ik probeer ze nu ook wat muziek, wat gitaargroepje te vormen. Dat soort dingen. We knappen huisjes op. Nou, bijvoorbeeld dit huisje. Misschien, ik weet niet of er al een ander plaatje is. Nou, hier gaan we aan beginnen. Dit gaat helemaal tegen de vlakte, want het heeft een aarden en stenen muren. Nou, dat stelt niks voor. Het lekt aan alle kanten. Het heeft een beton-asbest dak ook nog. Ook nog gevaarlijk, moeten we nog maskers op eruit. Nou, kijk, dat zijn die muren van dit huisje. Het valt echt van ellende in elkaar. En er zijn twee kamers van vier, even wachten. Maar dat achterste kamertje, dat lekt zodanig, daar kan niemand in wonen. Dus nu wonen er vier kinderen in één kamertje van 4x5 of 4x4. Een oma, een opa en een moeder. Dus 9 mensen in een kamertje van 4x4, die ook nog lekt aan alle kanten. Ik ben voorzitter en veldwerker van Stichting Romana, maar die heeft natuurlijk niet zo, die heeft maar weinig geld. We werken veel samen met andere stichtingen, bijvoorbeeld ook Stichting Promotie, en die geeft herhaaldelijk wat geld om dit soort huisjes op te knappen. Maar ja, dan moet ik natuurlijk wel uitgebreidere verslagen, calculaties, maar dat vinden ze prachtig, want daartoe kan ik dat wel aardig goed. En ze komen ook nog eens toe om te kijken. Nou, een van de bestuursleden is gekomen en die zegt van, nou, hier moeten we wat aan doen. Dus hij is niet in het Groningen, want ze komt uit Holland. Volgende maar. Wat ik ook doe, voor wat hoort wat. Hier staat band corrupt, band schoon. Band is het dorpje. Dus ik zoek voluntair, dat kun je wel lezen, adults. Ze koud 25, nou, er kwamen veel meer. Want eerder zeiden ze, ja, je kunt de kinderen wel laten opruimen, dat vinden we niet leuk. Als je dan ga je dat zelf doen. Nee, dat gaan we niet doen. Als je nou, dan geef ik jullie ook niks meer. Ik heb zo 3-4 weken niks te geven. En toen dacht ik van, en Marien die vond het ook niet zo'n geweldig idee om die volwassenen. Ik zei van, ze gooien het er zelf neer, ze kunt er zelf opruimen. Het is allemaal een grote puinzooi. Want andere zigeunerweken, eentje die ziet er veel beter uit, is meer geciviliseerd. Waar pas door Marien zit, een hele grote telepomare. Maar dan gooien ze van alles op de grond. Dus we opruimen die hap. Ja, nou dat. Dus de kinderen mogen wel wegsmijten en mogen niet opruimen. Dat kan niet kloppen. Dus als de kinderen niet mogen, nou, dan moeten jullie doen. Nee, dat gaan we niet doen. Nou, heb ik heb ik op een gegeven moment een postertje opgehangen. Dat begon echt nood. Was waar gewend om wat te krijgen, weet je wel. Nou, op een gegeven moment konden ze zich opgeven, voluntair. Maar ik zou ze ook een pakketje krijgen natuurlijk. Nou, er waren gauw 40 of zo, die kwamen wel. Hebben allemaal opgeruimd, allemaal zakken. Dan kregen ze allemaal wat eten. Maar kijk, dat werkt wel. Nou ga ik het elke maand minimaal 1 keer doen. Ja? Zo werkt dat. Je zag net een appel, een aardappel. Aardappel. Nou, dat is een leuke aardappel, hè? Die komt van een van onze tuinen. We hebben een tiental groentetuinen. Maar die probeert zoveel mogelijk ook zelf onderhoudend mensen te stimuleren. Dat is hun eigen groente verbouwen. Nou, 10 is natuurlijk niet zoveel. Maar ja, goed. Band heeft bijvoorbeeld. Dat is zo'n zigeunerkamp, die heeft helemaal geen land. Weet je, dat werkt niet. Of ze stelen van elkaar als je wat doet. Dus het gaat vooral om huisjes die een eigen stukje grond hebben. En ik kom er wel eens met hulpgoederen en dan zie ik van, dat is een behoorlijk stukje grond. Waarom wordt daar niks mee gedaan? Daar kun je wat mee doen. Ja, we hebben we hebben geen tuinzaden. Ik zeg, nou, of heb je wel spierballen? Ja, we hebben wel spierballen. Nou, oké. Dus, en ook, ik geef ook wel eens een keer een schoffel, ze behakken, hè. En een schop en zo. Nou, zet jullie omspitten die hap. En als het een beetje groot is, dan willen we het ook wel met een trekkertje even doen. Wij leveren de pootaardappels en de tuinzaden. Pootaardappels komen vaak ook uit Holland, ook door Stichting Promotie. Dit is een spoenta, we maken grote aardappels. Vooral voor landen die droog zijn, Afrika, is een Nederlands ras, spoenta. Dus dat doe ik dan. Nou, dan een stuk of 10 tuintjes nu. Dat is hartstikke leuk, waar eerder bijna geen tuin was. Dat is toch leuk? Nou, dit is een van de aardappels. Leuk. Volgende. We geven ook, we hebben zo'n 9 houtkachels weggegeven.
Ik wou me in één misschien... nou, even wachten. Nee, was bijvoorbeeld een omaatje... die woont alleen met zo'n 7 katten. Dat spreekt jou wel aan, Simone. En ik trok de deuren... Nee, er was niet eens een deur. Er zat helemaal geen deur in. Er was een gordijn. Nou ja, walm rook kwam er tegemoet. Ik denk, hoe kan dat vrouwtje er leven? Al 83 jaar is ze. En die katten, die zitten onder die walm in de kachel. Nou ja, de rook gaat omhoog. Maar het is allemaal echt een walm. Een gaskamer. Ja, omdat het lekt aan alle kanten. En zo zijn er heel veel kachels, weet je wel. En ze koken elke dag erop. Dus het is niet alleen maar in de winter dat het ook warmte geeft. Maar het moet ook een kachel zijn waar je op kunt koken. Dus ook in een hete zomer koken ze erop. Want ze hebben geen iets om anders om te koken. Maar ze zijn niet zo van het rauw eten, weet je wel. Het moet allemaal een beetje gekookt zijn. Nou, scootmobieltje. Dat is een adventistische vrouw trouwens, maar veel te dik. Moet ik ook adviseren. Die zit daar pannenkoekjes te eten. Zei, ja, dat moet je niet eten, je moet hier geen pannenkoek eten. Allemaal, nou, bananen. Nou, dit soort huisjes, eens kijken. Ga maar. Er zijn vaak heel veel rotzooi op het huis. Aardappels. We hebben met geld van sponsoren hebben we nu 5 ton aardappels gekocht. Ja, dan zijn we ook een heel eind gaan rijden om een goedkopere prijs te krijgen. En in verhouding was het toch wel een stukken beter. Nou, dat is Marien. Heel aardige vent. Heel betrouwbare jongen. Nou, dat is zakken. Heb ik al verteld. Mullen moet ook zo nodig op de foto weer. Hier ga ik wonen. Ja, dan moet nog wat geïsoleerd worden. Garage kan ik ook gebruik maken. 5x6 meter woonruimte. En met nog een balkon. Maar volledig onafhankelijk huisje. Met badkamer, een keukentje. En hele aardige mensen. Nou, dit is ook in een ruimte. We gebruiken verschillende ruimtes waar we ook zijn. Kinderprogramma. Nou, daar zaten we al, zou je niet zeggen, maar dat is 160. Nou, dan gaat Marien een verhaaltje vertellen. Ga ik een verhaaltje vertellen. Of een meme-stukje. Bijvoorbeeld heb ik een meme-stukje, het jasje, dat ken je denk ik wel. Het jasje hangt daar en er staat, no attention, niet aanraken. Niet aanraken. Wat niet mag, dat vinden we leuk om juist wel te doen. En dan al die kinderen, no attention, niet aanraken, weet je, allemaal interactie. Maar omdat ze vaak weinig onderwijs hebben, moet ik ze ook zoveel mogelijk beeldend vertellen. Nou, uiteindelijk ga ik hem aantrekken. En op de rug staat, pakat, zonde. Dat heb ik niet gezien natuurlijk, hè? Heb ik niet gezien. Dus ik, dus ik loop parmanten rond en zo. Maar de eigenaar, waar is die nou? Op een gegeven moment wil ik hem uitdoen. Ik kan hem niet uitdoen. Dan hoor ik een stem. Dan begrijpen ze allemaal, joh. U vraagt om een nieuw hart. Nou, dan moet ik mijn hart... En dan krijg ik een nieuw hart van de Heer. Kijk je zo uittrekken. Snap je? Dat is een heel beeld. Of ik zing een liedje bijvoorbeeld. Lees je Bijbel, bid elke dag. Tjitesh de Bibla, vieren karazi, vieren karazi, vieren karazi. Tjitesh de Bibla, vieren karazi. Dakke vrezen, kres, als je wilt groeien. En dan vraag ik, dat heb ik nog nooit gezien hoor. Als iemand leest dat je daar gaat groeien, dat kan er helemaal niet. Hoe kan dat? En 150 kinderen staren maar. En dan even in het begin, niemand snapt het dan goed hè. Want dan denk je dat valt, het is ook vaak consumptie hè. Nederland is meer op het initiatief. Communistisch, ze hebben 40 jaar communisme gehad en zo. Dus allemaal delegeren, weet je wel. Dus, er zit nog steeds een beetje in. Maar, ze zijn best wel heel veel slimmer, ik, hè? Maar heel vaak, nou ja, doen wat je gezegd wordt. Ze nou... En op tijd, uiteindelijk zegt iemand... Minte. Dus je gedachten. Si inima. En je hart. Ja. Oh, ook dat kan groeien. Oh, op die manier. Oh ja, dan snap ik het nu ook, weet je wel. Dus zo is het. Mij appropen doen en zo. Dus maar dichter bij God wonen.
Nou, dan zo en zo. Wat zeg je? Heel simpel. Ja, en dan moet ik proberen het beeldend te brengen. Dit heb ik ook bedacht. Varza murata, dat is zuurkool. Op zijn Romeins, hele kolen. Hard wordt eruit gehaald, wordt er speciaal zout in gedaan. En dan wordt een klein beetje water met kruiden wordt erop gedaan. Tijm en mierikswortel. En nog een beetje spul. Dille. Even wachten. En dit dille. En dan wordt het op, en dan wordt een plankje en een steen erop. En dan moet onder het water. En na een maand of zo is het klaar. En dat is geweldig. En dan halen ze die grote bladeren eraf. En dan maken ze sarmalen van bijvoorbeeld. Van die gevulde rolletjes. Ja. Die doen ze ook wel met jonge druivenbladeren. Maar vooral dit. Maar je kunt ook heel goed zo eten. Dat is hetzelfde milieu van je maag. Dat is heel goed. Het is het goedkoopste en gezondste eten wat je kunt. Maar dat heb je dus ook op verschillende plekken. Vooral kleine groepjes zigeuners, niet alleen maar zigeuners, maar ook andere armen, die bij elkaar wonen. Ook om de gemeenschap te beïnvloeden. Eén deed het niet. Ik zei, nou, dan kom ik deze tijd niet helpen. Niet met andere dingen. Ik ben heel streng soms. Ik zei, jullie zouden dat doen samen. En jullie hebben dat niet gedaan. Die grote boutoy, die vat terug. Ze hadden allemaal kleine emmetjes gemaakt. Zo. En ook niet goed. Ook niet op de goede wijze. Dus als je het zo wil doen, als je niet wil luisteren, dan spijt me, dan kan ik niet helpen. Dus dan kom ik pas voor volgend jaar weer. Ja, ze moeten een beetje... Ik bedoel, ik ben niet de directeur die alles voor het zeggen heeft, maar je moet wel een beetje streng zijn, anders gaan ze over je heen lopen en doen ze maar. En dit zijn adventisten met die kinderen. En die zijn ook vrijwilligers. En daar breng ik vaak heel veel spullen. En die verspreiden dan weer verder. Ik probeer zoveel mogelijk te delegeren. Maar dat is heel veel werk. En als ik het allemaal zou moeten doen, gaan we weer vooruit. Nou, dit is toen ook met een kinderprogramma. Dat ging over de wijze man die bouwde zijn huis op de rots. En dan kregen ze al een steentje. En dan mochten ze hun naam opschrijven. En als ze het even kon, God houdt van mij. En ze dan prees, kijk, mijn naam. En God houdt van mij. Mm-hmm. Weet je? Hop, verder. Nou, sommigen kunnen weer niet scheiden. Dan moet Marien dat even weer doen. Nou, kijk, dat zijn even die andere, ja, die. Met die bananen. Dus zoveel mogelijk fruit, zie je wat. Sinaasappelfruit. Maar ook stroopwafels uit Nederland. Pak je zo wat erbij. Maar goed. Fietsjes breng je ook zoveel mogelijk. Dit is ook in een van de zigeunerwijken. Dit is van Stichting Promotie. Die hebben dat zelf komen brengen bij ons. Als het hele grote zware vrachten zijn. Nou, fietsjes geven. Dat is een weesjongen. Die ook, deze man die had ook een fiets nodig. Maar het is eigenlijk een elektrische fiets. Maar goed. Maar er zit geen batterij meer op. Maar hij vond het al lang mooi. Dat is een vrouw van een andere predikant. Deze man ook. Die moet elke dag naar zijn werk lopen. Dit zijn ook adventisten, andere kinderen, maar dat zijn ook niet zo. Oké, ik heb je een huisje laten zien aan het begin. Dat was alleen maar die. En daar zijn we nu aan het bouwen. Maar er zit alweer inmiddels een dak op. Dus dan gaan we gewoon. Maar hier zitten ook, dat heb ik nog niet verteld. 5 kinderen, een incontinente oma. Dus een beetje. En de moeder is teruggekomen, die was weggelopen van alle zorgen. Is nu weer teruggekomen, heeft een vriend meegenomen. Maar, en dat zijn zij. Dat is de moeder en dat is haar vriend. Die komen behoorlijk serieus over. Maar nu hebben ze wat meer levenmogelijkheid. En is het gezin weer wat verenigd. Kijk, dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk promoten. Doe maar. Ze bouwen zelf mee. Zeg je? Ze bouwen zelf mee. Ja, zoveel mogelijk bouwt hij. Dan helpen ze wel een beetje mee, ja. Maar ik geef ook dan, de mensen die het doen, geef ik wel wat geld. Die krijgen dan 100 lei per dag, 20 euro per dag. 6-8 uur of zo. Kijk, dat is ook weer een andere bananenfeest. Heel veel bananen, hoor. Ik ben echt. En dit is een van die tuinen ook weer. Daar zijn ze aardappels, weet je wel. Spoente aardappels dikke. Dit is Varza murata. Oh, dat zijn de mensen, de adventisten waar ik kom te wonen. Hele leuke lui. Heel aardige lui. Gitsu, en dat is weer die. Yep, verder. Nou, daar zijn die kachels weer. Oh, dit is weer een ander huisje. Nou, hier een huis met 9 kinderen.
Er was een vader overleden. Nou, de oudste dochter die paste op de kinderen, maar die hadden geen huis. Die zat eerst in dat. Maar dat was ook al, het is ook gerenoveerd. Hebben we ook, maar dat hebben we niet alleen gedaan. Dat hebben we samen, zoveel mogelijk. Hè? En ik zoek sponsoren en zo. Nou, dit is weer ook. Nou, we hebben als stichting ook een soort microkrediet aan al in het begin. We hebben 2.500 vierkante meter kas. Hier zit een tomaten in. Nog maar jong. We zitten in een ander dorp. Ja. Oh, dit is ook echt interessant. In band. Even terug. Dat hekwerk. Oh, je gaat vooruit in plaats van achteruit. Ja, hekwerk. Dat heeft heel veel goodwill gegeven. Je zou zeggen, waar maak je een hekwerk om een begrafenis, de Roma begrafenis. Daar liepen de mensen overheen, kinderen, en er was een voetbalveld. En er waren, hallo, en aan zijn graven, en er zijn ook geen deksteen erop. Er zijn nu 135 graven, en het heeft zoveel respect gegeven. Als je respect hebt voor de doden, heb je ook respect voor het leven, weet je. En heeft zoveel goodwill gegeven, ging zoveel deuren open. En de burgemeester zei van, nou, punt gaaf, hartstikke goed. Hij had het eigenlijk moeten doen, want het is eigenlijk gemeentegrond. Maar ze beloven van alles, die burgemeester, maar ze vergeten niks uit. Okay. Ze hebben ook een modderweg door de Zigeunerwijk, deze. En daar zouden ze een asfaltweg dit jaar doen. Nou, is niet van gekomen. Marien heeft geklaagd, ik ook geklaagd. Niet geluisterd, dat heeft hij naar de prefect geschreven. En een filmpje gestuurd voor de modder. De prefect staat hier boven de gemeente, weet je wel. En die heeft geklaagd bij de gemeente. Hup, de volgende dag twee dikke vrachtwagens met stenen in ieder geval. Toen kon het opeens wel. Maar ja, dat wordt weer niet in dank afgenomen. Want een week geleden heeft hij een razzia gehouden. Is hij met 7 busjes politiemensen gekomen op zoek naar houtdieven. Ja, die schreuners die moeten toch ook warmte hebben. They don't provide wood. Ze doen niks in orde om hout te kunnen kopen. En ze gaan wel af en toe langs de huisjes om te kijken wie geld nodig heeft om hout te kopen. Alleen dat geld is nog niet gekomen. Maar ze geven niet de mogelijkheid om hout te kopen. Dus wat doen die zigeuners dan? Ja, dan gaan ze maar hout een beetje. Maar ja, er waren een paar slimmerikken bij, die gingen echt met een motorzaag. En die gingen echt een paar bomen zagen. Maar toen zijn ze heel overdreven. 7 busjes met politiemensen en met honden zelfs. Nou, dat was gewoon wraak. Omdat we geklaagd hadden over die weg. Zulke dingen gebeuren dan, weet je wel. Echt discriminatie. En dan worden ze even opgesloten. 7 mannen werden gepakt. Ja. Nou, tomaten. Dus ja, dat zijn van die tuintjes, van die volkstuintjes die we dan doen. Heb ik al over verteld. Nou, weer een paar plaatjes. Dit is bij de. Even terug. Dat is bij het depot van Stichting Promotie in Roemenië. Soms brengen ze het ons tegelijk, direct. Maar de meeste keer moeten we het gewoon even halen. Maar ze vervoeren het dus gratis van Nederland helemaal naar Roemenië. Nou, dat is super. Dus dat loont de moeite. Zoals deze week ben ik dus 3 keer naar Broek op Langendijk gereden. Dat kost wel wat, maar dan heb je wat. Want zij brengen het gratis. Snap je? Nou, dan gaat dan een zulke grote doos. Nou, dit is bijvoorbeeld zo'n oude kachel. Die hebben we dan, hup, oud ijzer. Nou, dit is een van de huisjes die we hebben. Nou, dat was van dat vrouwtje met zoveel rook. Nou, dan kunnen we zien hoeveel, even terug. Hoeveel rook in dat huisje zat. Dat is zo'n dakplaat, die wordt eraf gegooid. Zwart. Ja, het is ongelooflijk hoe zo'n vrouwtje dat nog kan leven, want 83 jaar. Constant in de rook, maar dus nu niet meer. Nou, hebben we het een beetje gehad zo? Ik denk het wel. Ja, het is een beetje herhaling. Oké, okay, oh, dit is ook even leuk. Dit is ook, ja, dit, dat is zo'n patchwork. En wie zijn die gemaakt? Door onze jeugdige bejaarden in Vredeloord. Ja, Intermezzo. Hartstikke leuk dus. Dan moet ik weer langskomen met Corrie Donk, weet je wel.
En dan word ik daar, of dan wordt er gehaald, moet ik weer regelen zo. Maar dan vinden ze dat zo prachtig. Dan hebben ze daar zitten te breien. En dan krijgen ze foto's van 2000 kilometer verderop. En dat geldt hetzelfde voor bijvoorbeeld schoenendozen en zo. Met allemaal van die kindertjes die het voor kinderen inpakken. En dan pakken wij het weer uit in Roemenië. Foto's maken. Oh, dat is mijn kinder, dat is mijn doos, heb ik ingepakt. Nou, wij zijn dus een verlengstuk van het verlangen om mensen te helpen, weet je wel. Dus heel veel oudere mensen, nou, die kunnen er niet. Ja, dan kun je wat geld geven, of die kunnen breien, of wat dan ook. Maar, maar wij materialiseren dat, zeg maar. Wij beelden het, foto's sturen. Mooi, hè? Ja, dat is mooi. Ook dit Eefje. Ja, weet je nog wel van? Eefje is ook bij me geweest. Ja. Dit is het hoogste pas van Roemenië. Dus dan zijn we ook naar Sigisoara geweest. Daar heb ik eens een keer gezongen in een studiootje daar. Hoe heet ze dan van achternaam? Eefje? Baron. Hè? Baron. Ja, Baron. Ja. Want we zijn daar, misschien wel één foto was erbij. Van Nederlandse familie. Ach, Nederlandse familie. Roemeense familie die in het veld woont. En die hebben 9... Placementkinderen, dus pleegkinderen. Naast hun eigen 2 kinderen. En die doen gewoon heel mooi werk. En die is echt volgens een beetje de blueprint van Ellen White en zo. Echt uit de stad. Die wonen echt. Moet je hobbeltje. Dus ik ben al even die reed met mijn golfje. Toen was hij wat te laag. Bam. En dan ging de oliebak kapot. En ik heb het zelf ook al een keer gehad. Dus zo'n aluminium oliebak, weet je wel. Maar nu is hij weer verhoogd, dan gaat het allemaal veel beter. Maar zij wonen helemaal in het veld. Nou, ze zijn helemaal onafhankelijk. Ze hebben 120 bijenfamilies. En ze hebben een eigen combine, weet ik veel. Ze hebben een eigen huis gebouwd van strobalen. Je ziet geen strootje stro. Maar een kleine kachel en die verwarmt het hele huis. Fantastisch. Kom maar. Je gaat achteruit, Jan. Jongen, we moeten vooruit denken. Dit is de laatste. Kijk, ook dat is familiewijs. Dat is, zijn Lavinia en Bernie. En er zit Eefje ook nog bij. En een deel van de kinderen. En ik kom dus wel, als ik daar kom, altijd mijn watermeloenen meenemen. Dat soort dingen. Dat hebben we zelf ook wel. Is dit de laatste? Nou, dan gaan we nog even een liedje zingen. Trenovine. Ik heb voor de kinderen gemaakt daar. De trein komt. De trein komt en dan... Ja, maar je hoeft geen ticket te betalen. Hoe kan dat nou? Je hoeft geen kaartje te kopen. Is dat wel een echte trein dan? Nou, dan vraag ik de kinderen. Is dat echt een... Nee, het is geen echte trein. Het is de Heer die komt. Die zal spoedig komen. Wien in Korinthe. Jezus zal spoedig komen. Dus we moeten ons voorbereiden. Preken, testen. En zo gaat het dan. Nou, dan gaan we samen zingen, proberen. Ook in het Engels heb ik het erbij. En overal waar ik kom... Ik eerst wel een beetje Banana Joe, weet je wel. Banana Joe. Maar nu ben ik meer Treno. Ik ben geen Henk. Treno! Dat is de trein. Ik ben de trein geworden. Dat vond je het liedje. Ik ben laatst bij een plekje geweest. Het was ook al een half jaar niet geweest. Ook 1 keer gezongen met de kinderen... En dan zijn ze Treno, dat haakte zo in dat liedje heeft. Treno vine, pentru tine, pentru mine. Treno vine, mega testa, no trebuie un bilet, este gratis. Deja platit, nu mai e credite, e Domnul, Iisus Salvador. The train is coming, he is coming for you and me. The train is coming, the train is coming.
catastrophe. Nu très bien, au binet. Yes, de gratis, de chaplatie. Al die kinderen. Amen. Jezus komt spoedig. Voorbereiden allemaal. Amen. Moet ik hier nog blijven? Staan?